Oh, ma. Oh my, oh my, oh my. Lieverd, ik heb heel veel vragen gehad over hoe gebruik ik de sacred activations en hoe doe ik dat? En A, erken je eigen groei. B, erken hoe het werkt bij jou. C, besef dat je niks fout kan doen, helemaal niks fout kan doen. Zelf hou ik echt werken van afgestemd en zuiver werk. En wil ik niet dat mijn mind, mijn ego in de weg zit. Dus degenen die al met mij één op één gewerkt hebben, die weten dat ik altijd afstem. Altijd. Ik vraag altijd aan God, wat mag ik doen? En dat deed ik altijd op basis van nummers. En ik was vergeten dat ik een orakelkaarten plugin had op mijn website. En ik heb speciaal voor jullie, heb ik de Sacred Activations, de fundering, heb ik daarin gezet. Hoe kan jij dit gebruiken? Het staat op mijn website, deheldereboom.nl. Voor zelfhealing. Ik vraag altijd, welke energetische, wat is mijn energetisch werk van vandaag? Dan vraag ik altijd om een nummer. Oké. Net zoals dat ik kaarten leg. Je kan deze tool ook gebruiken voor als jij gaat werken met klanten. Als je de Sacred Activations Level 1 class hebt gedaan. Ik heb zo gewerkt. Ik ben zo traject aan mensen gaan geven. En zo ben ik gaan werken. Omdat ik weet dat verandering, wat jij nodig hebt aan verandering, de overtuigingen die onder de verandering zitten, kunnen namelijk iets anders zijn dan wat je zo denkt. Voor degene die al een super, super getrainde awareness hebt, hè, een bewustzijn hebt, die heel gemakkelijk, heel ontvankelijk is voor informatie, gebruik die informatie ook. Maar je zal zien dat op het moment dat als jij gaat afstemmen, dat je bevestiging krijgt dat wat jij voelt, dat de boodschap die jij krijgt, dat het een match is. Die orakelkaart is namelijk op mijn website. Natuurlijk weten jullie allemaal dat aanstaande weekend de allereerste klas is. Yay. Je kan je nog opgeven. Ik weet dat er nog een paar mensen zijn. Doe dat alsjeblieft vandaag, zodat ik me morgen lekker kan voorbereiden op alles. Voor degenen die zich al hebben aangemeld, het handboek staat er nu. Lees die alvast door en kijk of je vragen hebt. En dan gaan we van start. In de level 1 klas geef ik je de Sacred Activations geven zoals ik je deze nu ook geef. Dat was een vraag die net voorbij kwam. In de Sacred Activations klas ga ik nog meer informatie geven. Ik ga je ook vertellen, dat is niet wat Tamara vertelt, maar wat je wel van mij te horen krijgt. Hoe ga je nu een sessie doen? We gaan het even heel kort hebben over prijzen. Dus je krijgt van mij ook nog aanvullende informatie die ik vooral belangrijk ook vind naast het geven van deze klas. Ik heb er super veel zin in. Echt heel veel zin in. Kan niet eens in mijn woorden komen. Dat hoeft ook niet. De klas is natuurlijk ook echt gericht erop hoe ga je dit in de praktijk brengen. Dus vanuit dat point of view gaan we het ook hebben. We gaan vooral ook oefenen. En je zal merken dat deze klas, jongens, en ik heb het al een beetje met mij gedeeld. Ik had al lang weer de keuze gemaakt voor deze klas. En toch liep ik te miepelen, muizelen. En alsof het over geld ging en dat soort shit. Het is gewoon weerstand, oké? Okay? Je moet je voorstellen, we hebben nu transformatie uitgesmeerd. Deelnemen in een klas en we hebben gewoon 22 mensen het weekend, oké? Okay? Hoe cool is dat? Dat is ongeveer het gemiddelde aantal mensen die live erbij is. Kun je je voorstellen wat voor mega transformerend veld dat is? Dus mocht jij je geroepen voelen, is het nu afgestemd? Kom erbij en we gaan een feestje bouwen. Ik heb er super veel zin in. Dat even daar. Hij staat er echt in. Echt waar, want ik heb het nog gecheckt. Dus daar komen we later op terug. Ik heb echt een inzicht gekregen, jongens. En ik wil je dat even delen. Want dit is weer een gevolg van de Sacred Activations die ik gedaan heb. Okay? Ik heb vorige week met Cindy een webinar gegeven. Let's Talk About Business and Sex. Okay? En in die heb ik een hele waardevolle Sacred Activation gedaan. Die ik nog niet eerder gedaan had. Dat is eigenlijk de polar opposite, maar dan in uitgebreide vorm.
het je losmaken van de dualiteit. Maar we hebben het de afgelopen 2 weken ook gehad over je wrongness, hè, wat je verkeerd doet. Dat was ook mijn focus. Dat was echt een van mijn main focussen. Ik ben verkeerd, ik doe het verkeerd. En als ik het niet verkeerd doe, dan doe ik het alsnog verkeerd. Dat was echt mijn main focus. Daar ben ik al jaren aan het werk. En er is dus gewoon mega veel geshift. En ik had mega, mega mooie inzichten gehad. En sorry dat ik zoveel als mega mini praat, maar ik ben zo mega enthousiast, oké? Okay? Want als op een gegeven moment een higher awareness is, dan wil ik dat ook met jullie delen. Dus wat is er gebeurd? Ik heb die clearing gedaan. Webinar kan je terugvinden in de webshop, is maar een tientje, oké? Okay? Daar zit die clearing in. Ik heb ook een webinar gegeven met Cindy over hoe het komt, waar je eigenwaarde, waar dat vandaan komt. En hoe het komt dat je niet voor je verlangens kan staan. Nou, dat hele pakket tezamen ben ik toch de afgelopen 2 weken, ja, eigenlijk de afgelopen week ben ik naar andere mensen aan het luisteren. En hoor ik toch andere informatie. En nu zal je denken, oh, boeien. Maar mijn spirituele eging, want ik ben er inmiddels wel achter dat ik altijd maar een heel klein onzeker kuikentje ben geweest. Want mijn ego was echt altijd zwaar in de onzekerheid. En ik had altijd wel het lef om te doen, maar daarna kwam meteen weer altijd die, ja, heb je die fout gedaan? Wat heb je fout gedaan? Wat heb je nou weer gezegd? Wat heb je nou weer gedaan? Dus terwijl er begon dat hele proces meer dat ik mezelf aan het afvikken was. Maar wat ik nu hoorde, en die boodschap heb ik ook voor jullie allemaal, want dit is key information. Laat je niet vertellen hoe jouw bewustzijn werkt. Punt. Laat je niet vertellen hoe jouw healingcapaciteiten werken, oké? Neem nooit maar zomaar iets van iemand anders aan, zonder dat te toetsen aan je eigen waarheid, oké? Want de schade en de brokstukken waar ik in mijn praktijk ben tegengekomen van mensen, en ik heb het zelf ook gedaan, iemand zei iets tegen mij, ik ben er ook gaan spinnen en soms jarenlang ben ik gaan geloven dat ik het fout heb gedaan. Maar lieve mensen, jouw awareness is gekoppeld aan jouw specifieke gaven en giften. En degenen die al langer van mijn cursussen volgen, die weten dat ik het altijd zeg. Echt naar de hel met mensen die zeggen, je kan alleen maar zo energie ontvangen. Nee, dat kan niet. Echt, oké. Die mensen die zijn er feitelijk alleen maar om jou te toetsen aan je eigen onzekerheid. Oké, dat is de purpose van die mensen op je pad die jou vertellen dat je het fout doet. Maar goed, vanuit mijn eigen gekwetste kuikentjes ego weet ik hoeveel pijn het doet. En kan ik je ook zeggen, jongens, jouw awareness, hoe jij je waarneemt, hoe jouw gaven werken, is gekoppeld aan jouw unieke gift, oké? Okay? Gisteren zat ik te luisteren naar iemand en opeens dacht ik, holy fuckballs, blijkbaar werkt dat zo. Je hebt verschillende type channelers. Wist ik niet. Je hebt channelers die zijn heel goed in downloads ontvangen. Heb ik mezelf toch altijd een partijtje fout gemaakt dat ik nog niet speciale verbindingen heb gecreëerd met bepaalde gidsen? Want ik deel je nu iets heel kwetsbaars wat in mijn hoofd afspeelt, oké? Mijn fucking wrongness. En die vrouw deelt dat en ik heb die dualiteit geshift en ik heb die wrongness geshift. En opeens denk ik, wow, zijn er ook andere type channelers? Wow, nog zo één. Ik zat te luisteren naar Dolores Cannon. Heel veel zielen komen pas vlak bij de geboorte in het lichaam. Heb ik me toch een partijtje fout zitten maken? Dat ik mijn ziel van mijn dochter niet in mijn buik heb gevoeld? Heb ik toch mijn eigen gaven ter discussie gesteld? En dan 7 jaar later zit je te luisteren en hoor je opeens dat er andere possibilities zijn. Nou, dit is dus precies de kern van het verhaal. Weet je? Want als iedereen blijft twijfelen aan de fuck, de purpose, en dat gaan we volgende week doen, maar aan wat jij hier fucking hell in deze wereld te brengen hebt, als iedereen dat freaking ego, dat gaan we ook volgende week doen, oké? Okay? Dat zijn al die activaties die we volgende week gaan doen. Maar als iedereen zichzelf maar blijft geloven, ik ben geen healer en ik kan het niet, en mijn purpose, en jongens, dat zijn die fucking subconscious programming. En ik kan je niet vertellen hoe dankbaar ik ben. En zie
En ik zei het gisteren nog tegen mijn man. Ik weet hoe freaking fucked up ik jarenlang in mijn hoofd ben geweest. Ik weet hoe ik geleden heb aan mijn hoofd. Oké? Okay? Dat zie je niet van buiten. Oh, en Siri zegt dat het niet aardig is. Nee, het is ook niet aardig. De wereld is ook niet aardig op 11:44. Niet aardig. Mensen zijn niet aardig. Dat is gewoon wat het is, oké? Okay? Maar het ergste is nog, de meeste mensen zijn niet aardig voor zichzelf, oké? Okay? En laten we nu echt in een belangrijke tijd zijn dat al die beautiful, beautiful healers en lichtwerkers eens een keer echt in hun power gaan stappen, oké? Okay? Ik weet het, ik ga voor. Ik weet het en ik ga ook altijd voor en ik ga ook altijd door en dus sta ik onbekend. Ook met mijn kleine piepkuikjes ego, mijn super, 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 super onzekere ikje. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren dat jij fucking helemaal gaan vertrouwen op jouw spirituele gaven, op hoe jouw awareness werkt, op... Ik heb een aantal van jullie gesproken. Ik heb meer van jullie gehoord hoe jullie lijden op dit moment onder je emoties. Hoe jullie lijden onder je sensitiviteit. En ik kan je alleen maar zeggen, gebruik die sacred activations. En stoppen met lijden is je allereerste keuze. En dat is geen gemakkelijke keuze, maar een aantal van jullie lijden nog steeds. En dat is niet hoe het hier op aarde bedoeld is. En ga maar na. Je bent hier om jouw emoties te meesteren. Je bent hier om te snappen hoe die freaking idiote limitaties hier werken. Hoe jouw mind jou fuckt. That's it. Oké, okay. Je bent niet fucked up, oké? Okay? Je was ook niet fucked up. Het is jouw mind die nog behoorlijk is geprogrammeerd linksom. En dat vind ik zo gaaf en dat maakt mij zo dankbaar. En dat maakt mij zo nog freaking dankbaarder dat veel van jullie deze roep hebben gehoord. En dat we dit met z'n allen gaan doen. Zonder jullie jongens geen feestje, oké? Okay? Maar nogmaals. Als de hele wereld uit de wrongness zou gaan, uit de polariteit, uit het oordeel, dan hebben we de hemel op aarde. Goed. Misschien heb je ook wel gehoord dat ik mijn eigen meester fuck-upness was, oké? Want dat is wat we vaak doen. We doen deze shit onszelf aan. En als je dat realiseert, dat jij de creator bent, maar dat jij ook in staat bent om jouw fantastische leven te creëren. En misschien denk je wel, Fem, ik voel het, ik weet het, ik hoor het. Hoe dan? Dat is heel simpel. De magische woorden zijn, ik ben hier klaar mee. Maar niet, ik ben hier klaar mee. Ik ben hier fucking klaar mee en nu is het klaar. Boom. Universum, ik weet niet hoe. Ik weet al dat. En hier ben ik. En ik ga die kant op. En als je zo'n levenskeuze hebt gemaakt. En dat jij weet donders goed wat jouw patronen zijn. Dat weet je. En als jij zegt vanaf vandaag is het genoeg. Ik stop. Ik ga. Boom. En dit proces hoef je niet alleen te doen. Want wat heel veel lichtwerkers ook niet realiseren. Is dat ze hier zijn om echt wel soms heavy patronen te shiften. En dat kan je niet alleen. Dat is bijna weer... Ben je een martelaar? Martelaarschap. Ik geloof dat ik mezelf hier moet martelen en opofferen om dat alleen te doen, oké? Okay? Ik heb ook mijn coaches. En zonder mijn coaches, zonder sacred activations, had ik niet de vrouw geweest die ik nu ben. En weet je, ik realiseerde me gisteren, omdat heel veel shit er niet meer is, en ik eigenlijk gewoon content ben, realiseer ik me niet hoe fantastisch mijn leven nu is, ten opzichte van wat het was. Omdat er ergens dan ook een verwachting is. Je leven moet er dan zo uitzien. Of je leven moet er zo uitzien. Of je leven. Maar ik zat echt serieus gevangen in mijn hoofd. Dus doe ook even de check voor jou. Freaking hell. Wat is er de afgelopen 3-4 weken al geshift in jouw realiteit? Wat is er al geshift in je business? Wat is er al geshift in je relaties? En ik zag van een van jullie. Die zei ook. En dat is weer zo mooi hoe die freaking mind werkt, hè? Het is niet verkeerd, maar ik leg het je uit. Want wat er gebeurde was fantastisch. Ik noem even geen naam voor de opname. Ik voel wel energie rondgaan in mijn buik en ik voel tintelingen. Verder niets eigenlijk. Er kwamen ook veel oude herinneringen naar boven. Daardoor werd ik afgeleid.
Dit is hoe Sacred Activations werkt. Je bent gewaar. Je hebt tintelingen. Je voelt energie. Check. Fantastisch. En dit is dus hoe de mind werkt. Deze mind zegt blijkbaar, oude herinneringen leiden mij af. Deze mind zegt blijkbaar, dit is hoe ik energie moet voelen. Terwijl het goud is er. De sacred activations shiften jouw gevoelens, emoties en gedachten. Die brengen het omhoog. Die halen het omhoog. Nu, vandaag tijdens de opnames, maar ook nog hierna. En realiseer je dat goed, lieve mensen. Want als jij ook nog, net zoals ik, die enorme wrongness en fucked upness hebt, oké? Dan zet je jezelf vast met iets wat loskomt, oké? Ik hoop dat ik ben doorgedrongen, dat je al fantastisch bent, dat alles gaat volgens plan, dat je mag vertrouwen. Tatoeëer, ik heb Sacred Activations ontvangen. Nou, alles wat omhoog komt, wordt geshift, oké? Weet jij dat je werk te doen hebt op emotioneel meesterschap, et cetera, et cetera. Loskomen van lijden limitaties. Ik geef coaching, oké? Als je voelt dat ik jouw coach ben, neem contact. Nou, dat was het. Dat was het. Jullie zijn fantastisch, oké? Vergeet dat niet. En ook hierin is dus eigenlijk weer eer hoe het werkt voor jou. Luister niet naar wat anderen zeggen, want daarmee overroel je hoe het werkt voor jou. En dat is jouw empowerment. Dat is jouw waarheid. En er is niemand. Er is maar één iemand hier op aarde die weet wat het beste is voor jou. En dat ben jij. En dat is je hoogste goed. En onthoud dat goed. En geef dat nooit uit handen. Oké? Nou. Amen. Cool. De orakelkaarten staan op mijn website. Ik zal de link delen. Ik ga zo meteen de video's klaarzetten. De audio's, ik moet die designs maak ik zelf, oké, lieverds. En dat gaat op creatie, dat gaat op divine timing. Uiteindelijk is alles compleet. Ik zie jullie volgende week, ik zie jullie het weekend. Of ik zie jullie in mei allemaal. En Siri gaat helemaal los. Thank you, lieverds. Maar geef dit stukje jouw awareness, jouw gifts, jouw talenten. Want jij weet al hoe het werkt voor jou. Geef dat niet meer uit handen, oké? Please. Wees niet zo stom als Femke. Doe het niet. Oké? Geintje. Oké? Ja? Doei!